In een café zag ik Suus. Suus en ik werkten vroeger samen bij de gemeente Amsterdam op het stadhuis. Heel lang geleden was dat. En die verstreken jaren waren Suus niet aan te zien. Nu werkt ze als adviseur, iets met milieu. En ze zag er ongelukkig uit. Dat klopt, zei ze. Een van mijn collega's is een verschrikkelijke vent. Het begon met een enorme plant. Die zette hij tussen ons in, zodat hij mij niet hoefde te zien. Een citroenplant. Ik haat die geur. En toch liet hij hem staan. Hij negeert me. Hij doet alsof hij me niet hoort. Hij zet me voor gek bij anderen. Hij snauwt en beveelt. Hij vertelt me steeds wat ik verkeerd doe. Hans, ik kan er niet van slapen. Suus lag er dus wakker van. En ze is niet de enige. Er zitten meer ratten op kantoren dan in rioolbuizen. En ik ga je nu iets gewaagds vertellen. Wie zich ergert aan collega's, moet eerst naar zichzelf kijken. Ergernis is een vorm van agressie. Suus wilde niets liever dan haar rattige collega op zijn gezicht smekken. En die houding wordt door niemand zo feilloos opgepikt als door de steen des aanstoots zelf. Ik vroeg aan Suus waarom ze zo beroerd werd van die man. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat die ander gewoon niet deugt. Als je zeker bent van jezelf en van je resultaten, dan is die rattige collega gewoon een deel van je omgeving. Suus moest het gedrag van haar collega herijken. Ze moet als het ware het gif eruit laten lopen. Van rioolrat naar laboratoriumrat. Soms, en in het geval van Suus was dat duidelijk, is daar een coach voor nodig. Als Suus na een introspectie tot de conclusie komt dat haar collega gestoord is, dan moet ze dit bespreekbaar maken bij haar teamleider. Dit is geen teken van zieligheid. Het is een strategie met zelfbeschikking als einddoel. En als dat Suus nou niet zou helpen, dan zit er nog maar één ding op. Suus moet de benen nemen. Wees nou reëel, zei ik tegen haar. Stel je voor dat je collega zou stinken als een buidelrat of een bunzing. Dan zou je hem toch ook niet in dezelfde ruimte met jou willen hebben? Soms heb je gewoon pech en dan moet je verkassen. Als het niet intern kan, dan maar extern. Hoe logisch mijn advies ook klinkt, bijna niemand komt er zelf op. Wat mensen in zo'n geval altijd wel doen, dat is de bevestiging zoeken bij anderen. Bij mij bijvoorbeeld in een café. Maar ja, aan mij heb je dan een slechte. Of juist een goede. Het was kiezen uit drie opties voor Suus. Namelijk of accepteren, of bespreekbaar maken, of weggaan. Ze koos voor het laatste. Ze ging weg. En ze laat zich nu coachen. Knap van haar. Ik zie haar straks weer. Wegwezen. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.